Yo iedereen van BeLive en welkom bij deze praatvideo. En hier staan we dan namelijk, want artikel 13 is goedgekeurd. Jammer genoeg voor ons. Maar wat zal er gebeuren met het internet? Dus dat betekent dat zoals op Facebook, Instagram, alle social media's, je zal moeten opletten wat je op je social media zet. Als je bijvoorbeeld in een filmpje een liedje op de achtergrond gebruikt, moet jij kunnen verantwoorden dat jij maker bent van dit liedje. Dus wil te zeggen, bijvoorbeeld een merk, zoals Notepad Adidas staat, en Puli Nike, moet je kunnen verantwoorden dat het merk wel van jou is. Want anders wordt de foto's, de video's enzovoort niet geüpload. Namelijk, dat staat ook bij hier op YouTube. Een filter moeten installeren, alle video's te filteren waar er copyright in zit. En geloof me, meer of de helft van alle video's op YouTube heeft copyright. Dat betekent ook dat je bijvoorbeeld, als je muziekje onder je video zet, bijvoorbeeld van NNS, Alan Walker, noem maar op, die zou zeggen copyright free zijn. Dat YouTube zal zeggen van, heb jij dit muziekje gemaakt? Niet, dan wordt je video niet geüpload, maar gewoon offline gehaald. Bijvoorbeeld memes. Ga je bijvoorbeeld een meme geven, bijvoorbeeld SpongeBob One Hour Later, vergeet het maar om dit in je video te gaan steken. Want door artikel 13 zal dit niet meer mogen, want je zal moeten kunnen bewijzen dat dit stukje ook jou is, dat jij dit zelf gemaakt hebt. Natuurlijk zal je niet kunnen bewijzen, zal je video ook offline gehaald worden. Dus dat mogen we het ook zeggen op mijn kanaal, bijvoorbeeld mijn Disney Legends en mijn Peppa Nieuwtjes video's. Dat is waarschijnlijk ook wel gevaar. Deze kan ik niet bewijzen dat de dingen die ik zeg in de video's van mijzelf komen. Dat komen namelijk ook van andere sites. Dus deze video's zal namelijk, als het echt goed en het artikel zal doorkomen, want het is goedgekeurd, deze video's niet meer zal maken. Bijvoorbeeld game video's zal ook namelijk ook niet meer gemaakt mogen worden. Want wie kan het bewijzen? Kan het bewijzen dat je het wel geen video mag gebruiken door de makers? Wie heeft dit beslist? Namelijk allemaal oudere mensen die in het parlement in Brussel zitten. En waarschijnlijk ben je dan nooit nog social media open gedaan hebt. Denk zoiets van, de jeugd heeft plezier aan het internet. Wow, we zullen dat weer afschaffen. Want wat je vindt op het internet is namelijk het volgende. Dat internet zoals tv zal worden. Dat betekent dus dat alle creators, zowel de grote als de kleine, ook veel minder zal uploaden. Nou, de allergrootste zal natuurlijk wel meer uploaden. Zij hebben meer kans op overleven. Zo zeggen, maak voor vooral ook een video over artikel 13 met eronder de hashtag save your internet. Misschien dat ze met goede hoop artikel 13 zullen afkeuren. Zo, vond je het een leuke video? Waarschijnlijk niet, maar vind je dit nog een leuke video? Geef dan zeker dat duimpje omhoog. Vergeet niet om te gaan abonneren op mijn kanaal hier beneden. Vergeet ook even niet het belletje naast de abonneerknop aan te klikken, zodat je telkens een melding krijgt wanneer ik een video upload. En ik zie je hopelijk terug in een van mijn volgende video's.